zitten we in de vloer is lava en ik heb een vriend bij mij. Kijk eens, het is Cyan. Woe! En ik en Cyan gaan vandaag de vloer is lava spelen en ik heb er heel veel zin in. Oké, we zijn in de map van piramide en we gaan samen met Cyan de vloer is lava spelen. En ik heb er heel veel zin in. Cyan, die is hartstikke slim, die springt gelijk het dak op. Hey, Cyan, nice. Hij matcht bijna met de wolken. Dus oké, Cyan wil mij knuffel geven. Ja, oké, Cyan, heel erg. Ja, Cyan. We gaan een hele moeilijke doen, zie ik al. We moeten hier naar boven klimmen. Dat is eigenlijk het simpelste. Maar het probleem is, ik ben heel slecht in van die type hobby's. En we moeten hier naar boven springen. En ik weet niet of ik hier heel goed in ben. Maar we gaan ons best doen. We moeten wel. Oké, dan ga ik nu op deze. Oh, nee. Dat moet niet gebeuren. Oké, we staan hier op deze. Gaan we nu... Oké, dit is echt niks voor mij. Kijk, als ik val, dan is dat helemaal niet goed. Oh! Oké, nu naar boven. Ah, nee! Oké, kijk, als je één keer niet meer kunt springen, dan ben je af. Ja, dat was geen goede ronde. Dus helemaal niet gaan winnen, dat is hem niet geworden. Maar we gaan kijken. Oh, Cyan is al helemaal boven, joh! Cyan die speelt heel veel Roblox, zoals je kunt zien. Hij zit altijd achter de mensen aan en he's doing it! Oh, je moet ook helemaal boven aankomen om dit te halen. Cyan, ben je er nog? Ik kan hem daar in de hoek zien. Ik denk dat hij het heeft gehaald. En Cyan heeft het gehaald. Applaus voor hem. Ik zie trouwens hier dat ik 49 keer dit heb gesurvived. Ik weet niet of dit veel is. Laat het mij weten in de comments. Er zullen vast wel mensen zijn met een high score. Dus laat mij weten, wat is jouw high score in de vloer lava? Volgende ronde, nieuwe kansen. Of nieuwe kansen, volgende ronde. Maakt niet uit. Cyan, kom op Cyan, waar ben je? Kom naar boven. Goed zo Cyan. Oké, we moeten een kleur kiezen. Oh, oké, het is duidelijk rood. Weet je, je moet denk ik een beetje in het midden staan. Want als dat niet meer de juiste kleur is. Hier mag je niet staan denk ik jongens. Oké, ik denk dat het groen is nu. Oké, zolang dat hij niet piept. Ah! Ik ben te laat. Cyan, die doet nog hartstikke goed. Ik ga gewoon blijven afwachten en kijken of dat hij überhaupt deze ronde haalt. Nee, kan inderdaad niet. Uiteindelijk valt hij naar midden. Cyan staat op geel. En ook Cyan, die is afgegaan. En die spawnde hier. Cyan, wat heb je toch gedaan? Hij kijkt ook rond zich heen van. Eerlijk waar, jongens. Cyan is best wel schattig. Kijk eens. Oké, volgende ronde. Kunnen we hierin gaan zitten? Nou, iedereen kruipt in dit karretje. Dus ik denk dat het bedoelt. Cyan, die denkt gewoon, ik ga lopen. Ik weet niet of dat de beste keuze was om te doen. Of dat je gewoon beter kunt gaan lopen. Oh, Cyan was veel slimmer dan ik. Oh, wat ben ik achterlijk. Oh, dat moet ik niet zeggen over mezelf. Kan ik reviven? Hoeveel betaal je ervoor? 25. Eigenlijk wil ik deze heel graag. Niet slim van mij om nu Robux uit te geven. Oh, ben je nu heel serieus? Ben je nu echt serieus dat ik ga spawnen in de lava? Ik spawn letterlijk in de lava. Hoe moest ik dit halen? Nou, daar gaan 50 Robux. Nice. En ook Cyan haalt deze ronde. Hey, shout-out voor Cyan. Want bedoel, ik heb nog nooit een speler gezien die best bij deze moeilijke levels het haalt. Maar moet ik zeggen, ik dacht dat het karretje ging rijden. Iedereen dacht dat iedereen zat in een kartje. Behalve Cyan en dat meisje, hun dachten no way. Oeh, je kunt een speed shake kopen voor 50 Robux. Nou, dat is geld wat ik net kwijt ben geraakt. We gaan kijken of we nu sneller gaan zijn, want dit drankje moet je sneller laten zijn. Gebeurt er nou iets? Ik heb geen idee. Ik zie niks gebeuren. Hij gloot wel heel erg mooi, maar ik zie niks gebeuren. Nou, ik word daar niet heel erg blij van. Oh jongens, deze mensen kunnen mij precies laten vallen. Oh, dit meisje net gaan vallen. Ik wil dit niet. Waarom gebeurt dit? Oh, Cyan. Hey Cyan. Hey Cyan, dik vriend. Oké, we staan in het midden. Cyan, ik hoop dat hij er naar boven kan. Ja, oké, ik dacht even dat Cyan niet naar boven... Ik ben bang om dit te doen, want dit is echt zoiets waar ik bij vallen. Nee, weet je, ik doe het niet. Cyan die mag gewoon heel blij zijn. Ik sta hier gewoon veilig aan de top van de piramide, waar helemaal niets meer van over is. Zo, waar is Cyan? Hij is er nog. Eén keer springen. Oh, kijk, ik begin nu mijn drankje te drinken. Ben ik nu sneller? Ik zie letterlijk niks gebeuren. Dit is gewoon een mooi glow-in-the-dark drankje, maar hij doet niks. Geef me iets! Oeh, een bridge, een brug. Oké, dat vind ik leuk. Gaan we daarvoor? Het is weer heel erg gemixt. Of Obby 7 of Rope Bridge. We gaan duidelijk voor Obby 7. Nou, dat is duidelijk. Slurp, slurp. Oké, gebeurt weer niks. Spring. Oh, ik vind het zo irritant als mensen naast me meespringen. Want ik word afgeleid erdoor. Ah, nee. Oké, 4 seconden nog. Oké, ik moet hier nu boven zijn. Ik mag nu never meer vallen. Hoe hoog gaat de lava komen dan, überhaupt? Oké, de lava is heel erg hoog aan het komen. Oké, weer aan die zijkant. Oh, ik vind niks. Ik vind dit niks, jongens. Oké, we gaan goed. Nu de volgende. Volgende trap. Volgende... Nee! Kan ik hier nog op? Nee. Dit zijn veel moeilijker dan normaal gezien. Dit zijn hobby's. Weet je, ik ben heel slecht in hobby's. Dus dat verklaart heel erg veel. We zijn in de volgende hobby aangekomen. En we gaan kijken of we deze enigszins wel kunnen gaan halen. Oké, we springen over de lasers. Oké, nice. We gaan hier naar boven. We mogen niet op de rode punten. Nou, die vind ik niet zo heel lastig. Ga je zien dat ik er natuurlijk tegen ga komen. Dat is echt typisch, hè. Oh, is die moeilijker? Dan ga je er tegen. Oké, hier moeten we heel rustig gaan lopen. Maar niet te rustig, want de lava komt erg hoog naar boven. Deze mensen staan ook niet meer stabiel. Deze gaan hartstikke af. Ze zijn EVK, denk ik. Oké, we moeten hier lopen. Gaat het lukken? Oh, dit was heel erg nipt. Cyan! Hey, Diamond! Oh... Dankjewel Sayen, hij heeft letterlijk de diamond bewaard voor mij. Dat vind ik heel erg lief. Heeft Sayen dit ook voor mij gedaan om te tonen dat ik ook eens een keer een hobby helemaal alleen kan halen? Ik denk het wel, eerlijk gezegd. Dat vind ik wel heel erg lief van hem. Oké, we zijn in een bouwterrein aangekomen en ik zie weer een diamond. En die wil ik natuurlijk heel erg graag pakken. Alleen dit meisje had overduidelijk eerder gezegd, nou, als zij nu nog één keer valt, dan heb ik hem. Ja! Ik weet niet of je hier op kunt lopen, joh. Misschien moet ik gewoon de veilige route pakken en gewoon hier wachten. Sayen, ik vind het eng. Ik denk niet dat de lava hier gaat komen. Ik weet niet wat er gebeurt. Ik ga hier gewoon staan. Oeh, één! Oh, ik ben boven. En I freaking did it. En Sayen is op de laatste seconde afgegaan. Ik vond het super leuk, jongens. Het woord van vandaag is winnares. Ik heb 2 keer gewonnen. Misschien heeft Sayen mij 2 keer laten winnen voor het idee. Maar ik vond het heel erg leuk. Laat me weten, moet ik vaker met Sayen of iemand anders van Rainbow Friends gaan spelen? Laat het weer in de comments. Like, reageer, abonneer. En ik zie jullie overmorgen weer bij een gloednieuwe video. Adios.